Vlak voor de jaarwisseling zorgde Samantha Steenwijk voor flink wat verbazing met haar plotselinge gewichtsverlies. Ze legde uit dat ze 22 kilo is afgevallen door paard te rijden. Jeroen van der Boom vindt dat wel heel merkwaardig en volgens Yvonne Koldewijer is er dan ook helemaal niets van waar. Zij stelt dat ze illegale dieetpillen heeft gebruikt. De lange tenen van Samantha zijn berucht, dus ondanks dat Yvonne haar video offline haalde en twee rectificaties plaatste, tuigde ze alsnog een juridisch circus op. Volgens de Telegraaf is dat voor de aandacht, zelf beweert Samantha dat ze vreest voor een toename van IC-patiënten door gebruikers van dieetpillen. Ik ben nu hun inspiratiebron. Voordat Samantha er een hele heisa van begon te maken, had echter vrijwel niemand over die dieetpillen gehoord. De algemene teneur is dan ook dat ze het zelf alleen maar erger maakt. Sterker nog, zelfs haar eigen RTL-boulevard lijkt niet echt in kamp Samantha te zitten. Daar kreeg ze eerder al van de sterren aan de desk een kleine veeg uit de pan. En nu krijgt Samantha ook nog eens boulevardredacteur Tim van Rodijnen over zich heen. Hij schrijft voor de website van het programma een behoorlijk pittige column over de gepiekeerde Amazone. Wat blijkt? Bij RTL Boulevard geloven ze ook niet allemaal in het afvalgeheim van Samantha. Tim cynisch, nou, ik wil er graag bij zijn, als de kilo's er inderdaad zo razendsnel afvliegen als je op een paard gaat zitten. Het is heel onhandig dat Samantha het allemaal zo heeft opgeblazen, vindt Tim. Nu vragen juist meer mensen zich af of ze op een illegale manier is afgevallen, ja of nee. De uitspraak dient pas over 2 weken, maar toch voelt het nu al alsof de zangeres heeft verloren. Dat kort geding was volgens Tim helemaal niet nodig geweest. Hij wijst erop dat Yvonne al lang en breed heeft gerectificeerd, maar dat Samantha die rectificatie slechts iets anders wil hebben. Een behoorlijk paardenmiddel, om naar de rechter te stappen voor zoiets kleins. En wat vindt Boulevard-redacteur Tim ervan dat Samantha roept dat het Yvonne haar schuld is als er straks mensen met een hersenbloeding op de intensive care liggen? Een beetje vreemd natuurlijk, want je moet het haar nageven, als iemand zegt dat die pillen gevaarlijk zijn, is zij Yvonne, red het. Al met al heeft Samantha zelf voor dit hele mediacircus gezorgd, vindt Tim. Hij verheugt zich op de juice-video die Yvonne heeft aangekondigd over deze zaak. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik kan niet wachten om te horen wat Yvonne nog meer gaat zeggen.